Ja, je vormt echt gewoon een groot huis met elkaar. Dit is echt wat we wouden en wat we leuk vinden en waar ons hart ligt. Oh, wat die lekkere sneetjes eruit tikken. Het ondernemerschap, dat was ook wel wat ons aansprak. Maar zodra je eigenlijk eigen baas wordt, ga je ontdekken dat je ook over alles zelf moet nadenken. Ja, dat maakt het ook juist des te leuker. Boterham eten en een kopje koffie drinken of zo? Ja, het grootste verschil is natuurlijk dat we echt inwonende zorgondernemers zijn, heel betrokken zijn. Hele korte lijnen hebben met de families, maar bij de bewoners ook. Want ja, die zien we gewoon iedere dag eigenlijk. Je leeft samen met je bewoners. Kijk, hè, we zeggen ook altijd, hè, het is het huis van de bewoners. Hè, wij zijn te gast in hun huis. Hè, families hebben een sleutel, die kunnen altijd binnen, die mogen er altijd zijn. Ja, doordat we vanuit PGB gefinancierd worden en we dus zorgen dat we eigenlijk het geld wat we daarin binnenkrijgen ook besteden aan personeel, zitten we ook wat ruimer aan personeel. Door wat ruimer in het personeel te zitten, kunnen we gewoon eigenlijk alles doen wat onze bewoners ook fijn vinden. Een spelletje doen, met iemand gaan fietsen, een wandeling maken, nou, noem alles maar op. Ja, dat is wel het hele grote verschil denk ik met heel veel andere partijen. Ja. Onze deur is open, dus de mensen kunnen naar buiten en je ziet gewoon dat bewoners daardoor veel rustiger worden. Een gesloten deur geeft altijd onrust, want waarom wil die deur nou niet open? En we zien heel veel bewoners die doen bij ons de deur open en die denken oké, hij kan gewoon open. Maar die doen hem ook weer dicht en lopen weer terug naar binnen. Ja, dat is volgens mij waar een herberg hiervoor staat. Het gevoel geven van, goh, ik heb mijn eigen regie. En ook al lukt dat af en toe niet, ja, dan helpen we daarbij.